Yay. Het gaat helemaal leuk in mijn lijn. Want het gaat echt mega erg meevallen hoe roze het gaat worden. Ik ga eventjes de mevrouw van de gemeente bellen. Nou, ik zou me echt geen zorgen maken als dat geld goed zit. Het wordt chef ontwikkeld. Niet normaal. Hey allemaal, wie onze serie goed kijkt, die valt waarschijnlijk meteen op dat er heel lang geen beeldmateriaal is geweest. Het is gewoon een nieuwe aflevering, maar we hebben denk ik meer dan een maand niks gefilmd. Het komt omdat we ook echt bijna een maand niks actiefs hebben kunnen doen. Het komt door ziekte van ons allebei, van andere mensen. Echt een drama. Ik ben nog steeds niet helemaal lekker, zoals je misschien wel kan horen. Zondag, dus nu woensdag, zondag is Mel naar het pand geweest om met de elektricienne te gaan opstarten. En vandaag is de eerste dag dat we echt gaan beginnen met klussen in de avond en in het weekend weer. Dus het klussen kan eindelijk echt gaan beginnen. Ze hebben zondag dus wel iets gedaan. Dat heb ik nog niet gezien. Ik ga nu naar het pand toe. Mel is daar, Alex is daar, Bart komt ook. En we gaan eigenlijk van 4:30 tot weet niet hoe laat keihard aan de bak. Want we willen nog op dezelfde dag open gaan eigenlijk. Of dezelfde dag, we hebben geen officiële dag, maar eind april, begin mei. Mijn vakantie het liefste. Terwijl we dus eigenlijk een maand zijn verloren. Ja, ik ga jullie weer meenemen. Dit is mijn fiets. Ik heb een heater mee en twee bouwlampen. Mijn laptop, mijn SVH-boek. Want ik ben niet heel goed met klussen, dus ik heb geen idee hoeveel ik kan bijdragen. Maar in ieder geval wil ik er ook gewoon zijn voor het hele proces natuurlijk. Want we alles zelf moeten beslissen. Dus ik ga nu fietsen en let's go. Oké, we gaan niet doen wat we eigenlijk wilden doen. Dat is namelijk in de keuken af gaan boren. Want morgen hebben we een afspraak met iemand die meekijkt voor de keuken. Dus we willen nu nog niks vast gaan stellen. Misschien verandert het nog. Dus wat zij nu precies gaan doen, weet ik niet. Want ik snap het niet goed. Maar Mel en ik gaan de spotjes aftekenen. Ja, want we hebben besloten dat we ledstrips willen en spotjes. Dus, maar ik kom even mee gaan doen, want geen idee. Maar komt goed. Zij weten het wel. Ik maak mezelf graag nuttig, dus ik ga sleutels bij laten maken. Want dat kan ik. En ik ga bier halen, want dat kan ik ook. Echt, ik haat het zo erg als ik ergens sta. En ik weet dat ik het niet kan en alleen maar moet wachten op aanwijzingen. Dus ik wil mezelf dan echt super graag nuttig maken. Dus reservesleutel voor de elektricien. En grote belichting, weet je, dit vinden we zeg maar heel vet. Dus we zijn een beetje aan het kijken hoe en wat. Moeten we een verlaagd plafond? Moeten we geen verlaagd plafond? Die was helemaal mooi klaar. Hoe moeten we het erachter doen met die buizen die hier in de weg zitten? Heb jij dat zo goed als je weg? Bart is lekker hier aan het boren. Want Bartje, moeten we dan die spotten afleveren? Ja, ik denk wel vier dan. Volgende opdracht is eten halen voor iedereen. Hey jongens, ik zit even op Murk, ik ben even opmaken en ik wil even vloggen. Ik ben in het pand, Mel komt zo aan. Als het goed is komt een stukje door wel. Arie, die ook ons huis heeft gedaan. Om even te kijken in hoeverre het nodig is om het plafond te verlagen. En of het ook voldoende is om alleen gipsplaten te doen. Misschien kan dat niet omdat de muren nog bewegen en dat soort dingen. Maar ik kom hier dus aangefietst. Sowieso te lekker dat ik in 10 minuten op mijn werk ben met de fiets. Wel twee heuvels, dus ik ben altijd moe. Maar ik kom aangefietst en het terrasje is hier open bij Jovel. En mensen zitten in het zonnetje en iedereen heeft zijn zonnebril op. En iedereen tuurt hier naar binnen. Sowieso, mensen zijn super benieuwd. Zo leuk en de sfeer is zo goed. En dan denk ik echt, oh, ik wil zo graag dat we open kunnen in de meivakantie. Maar als je naar het pand kijkt, dan denk ik, hoe op aarde gaat het ooit lukken? Maar goed. Na de stukken door als hij komt, want ik heb hem geappt en ik weet niet waar hij is. Maar dan komt er iemand van Bouter. Het zijn in principe nieuwe keukens, maar ze willen ook meedenken. Dus we gaan ze even laten meedenken over de indeling van de keuken. Aangezien we daar nu wel eens veel te lang over doen en gewoon willen gaan beginnen met de elektriciteit aanleggen en de afvoer en dat soort dingen. Maar het kan pas als we zeker weten dat we de keuken zo willen. Ja, we zijn ook benieuwd wat het bij hun kost, maar grote kans dat het voor ons gewoon wel een beetje onverstandig is om een nieuwe keuken te nemen, aangezien er zoveel auctions zijn en zoveel tweedehands. Dus in ieder geval komt hij meekijken, hij komt om 2:30. En vanavond gaan we nog bier proeven bij LWR Breweries uit Zoetermeer, een brouwerij. Dus ja? De oven, de deur. Meneer van Bouter is er. Open hebben, of dicht. Je hebt Vavas, je hebt twee verschillende soorten Vavas. Vavas is een inzetmodel, klapje open. Korte vriendin gaan, voorladen en doorschuiven. Aangezien de capaciteit die je gaat draaien, dat de voorlader prima is. Ja. Die zouden dus hieronder in een werkbank kunnen bouwen. Dus hier is de koelkast maar. En doe je de voorlader onder, dan moet je wel onder je bukken. Ja. Dus de keuze die je maakt, dan ga je in je werk uit. Dan heb je hier een spoelhoekje en een vaatwasser. Ja, en
kamper. Ja, want jij hebt ook afzuiging nodig. Ja. Dus je gaat nog zo'n buis krijgen. En waar moet je heen? Een hele buis? Daar komt gewoon een kap uit, toch? Is nog een hele buis? Ja, nee, aan de kap zit ook een buis. Aan de kap zit een buis, ja. En een buis zit in de motor. Ja, maar niet zo groot als dit. Ja, net zo groot. Minimaal 5 meter door. Oh, nee. Dus je kunt wel wat creëren waardoor je daar dingen neer kan zetten, ja. Waardoor het daar vandaan... Dus nu eigenlijk in ons hoofd, in overleg met een klusjesman, aan deze kant. Maar daar kan ik dus eigenlijk alleen maar verschuim. Ja, en we zijn ook wel nu echt verplicht om ons een beetje aan die maten te houden, want het meubilair is al besteld. Hij is net weg, we kunnen het niet betalen. Had ik al wel verwacht, maar Mel ook volgens mij wel. Wat? Gisteren zeiden ze, misschien kan hij voor 2000 een keuken. Eén onderdeel kost al 3.500 euro, daar moet je er dan 15 van ongeveer. Maar hij heeft alsnog meegedacht, dus we gaan nu eventjes voor onszelf een filmpje maken. Nee. Zodat we het niet vergeten wat hij heeft gezegd. Het is niet dat als je hier morgen weer naar kijkt dat je denkt, oh ja, dat was het. Hier met de achtergrond van Zoetermeer aan de haal gegaan. Ja, die Mello vind ik ook heel leuk. Hey. Deze zit sinds zaterdag op de fles. Dus hij heeft al CO2, alleen hij blijft hem niet echt staan. Oh, ik hou hier wel van. Ja, ik drink trouwens geen bier, maar ik vind hem wel lekker. Ja, deze is ook wat lichter. Ja. Ik zou even een flesje pakken. Hey, jongens, dit is hun oude naam. Dus als ze vroeger online staat, dan heten ze? De nieuwe merk is Roem. Oh, niet de Zoetermeerse brouwerij, nee. Roem natuurlijk. Nee, we staan nu in de Zoetermeerse brouwerij. Ja, ja. En het merk dat de Zoetermeerse brouwerij heeft, dat wordt Roem. Ja, dit is de brouwer. Ik ben Loek. Hi, deze brouwer. Welkom in mijn brouwerij. En dit is de vader van iemand uit mijn klas. Nog één keer ben ik hier. Volgende week vrijdag. Dat is de laatste. Ja. We hebben net die geproefd, hè? Ja, deze, dit hier. Ja, ik drink hem weer. Ik vond hem echt heel erg lekker. Ja, gaan we straks brouwen of het blond. Of de IPA kunnen proeven. Honing van Imper. Hier dat gele poeder in zitten. Oh ja. Oh. En als je zeg maar bij 90 minuten kookt, dan wordt het echt bitter. Dat je proeft in bier. En gooi je het de laatste paar minuten erin, dan geeft het alleen maar smaak. Oh, ik zit helemaal in te zoomen op je hoofd. Ja, luister. En daar kan je het ook mee spelen. Vet hoor. Heel tof. Moet ik nog even een nieuw bordje hier hangen? Ja. De Zoetermeerse brouwerij, dat is het bedrijf. Ja. En dat is eigenlijk waar we net stonden. Daar staan de ketels ook. Dus daar brouwt Loek. Ja. En de Zoetermeerse brouwerij heeft zelf geen bier. Oh. Dus die heeft geen eigen merk. Maar het is wel van jullie. Ja, ja, uiteraard. Ja, heel vet. Ik wilde deze heel graag proeven. Oude kaartjes, zeg maar. Verwacht hem niet, hè, die smaak. Nee, dat hoorde wel. Je gaat niet verwachten wat het is. Hij is bitter. Hij is gewoon niet zoet. Ik vind hem wel lekker. Hoeveel marshmallows zaten er in die hele... Loek, hoeveel zakken? Er zijn uiteindelijk hebben we 100 zakken besteld. En er zijn er geloof ik 99 in. Dat vind ik wel leuk, want ik heb me daar een beetje in verdiept. In. Ik hou van dat soort smaken als marshmallow. Weet je, van die grappige dingen. Ja. Bijna altijd is het alleen maar vanille-aroma. Ja, 100%. Opnieuw. Okay. Ja, rustig. Hallo. Cheers. Cheers. Cheers, hè? Cheers. Nou, dat was echt superleuk. Superleuke gasten. Heel veel informatie gekregen. Lekker bier. Toffe opties. Gewoon heel goed gevoel bij. We zouden zelfs ons eigen bier kunnen maken. Dus echt eigen label, maar ook echt eigen bier. En echt allemaal hele leuke dingen. Dus daar hebben we nu weer goed gevoel bij. En vanmiddag zijn we dus heel erg lang bezig geweest met de keuken. Diegene die kwam van Bouter, dat is echt onbetaalbaar voor ons. Maar hij heeft wel heel erg goed met ons meegedacht. Dus morgenavond gaan Mel en ik hier eventjes wat verder uitwerken. In de hoop dat we knopen kunnen doorhakken. Want de elektricien moet echt gaan frezen. En daarvoor moeten wij weten hoe we de keuken gaan indelen. Dus dat staat vanmorgen op de planning. Nu echt helemaal kapot. En zie ik jullie morgen. Hey allemaal, het is nu zaterdag en het is dus het weekend dat we zouden gaan beginnen met klussen. Zondag was al gecanceld, want de elektricien kon niet meer. Dat is zeg maar gewoon een vriendendienst, dus ja, hij doet het voor ons gratis, dat is super chill. Dus ja, als hij niet kan, dan kunnen we, ja, dan kan hij gewoon niet. Voor vandaag had ik dus het vriendin afgesproken, al heel lang geleden afgezegd voor dit. Nu is er weer iets tussen gekomen, dus dat gaat weer niet door. En dat is wat ik zei, we willen echt keihard gaan knallen, maar we zijn gewoon afhankelijk van mensen en dingen. Dus het is echt heel erg balen. Hoe het nu een beetje ons leven eruit ziet is dat we eigenlijk elke dag vrij moeten houden voor 35. In de hoop dat we iets kunnen gaan doen, want we kunnen niet alles zelf. Dus we zijn gewoon afhankelijk van mensen. Dus ik was helemaal ready om te gaan. En Mel ook volgens mij. En nu, I don't know, ze belt me zo. Maar ja, op dit moment is het dus allemaal niet super leuk. Kan je je wel voorstellen.
Dus dat deel ik ook even met jullie, dan weten jullie dat. En ik hoor het zo wel wat we vandaag gaan doen. Want de hele dag is vrij gepland. Dus ik ga nu maar even wat anders doen. Ja, ik kan ook letterlijk niks, zeg maar. Ik kan niet klussen, ik heb geen verstand van de keuken. Dus het is niet zoals met de menukaart dat ik nu lekker even aan de slag kan gaan of zo, weet je wel. Van, oh, ik ga dit even doen. We staan gewoon stil. En volgens mij wilden we, over een week zou de vloer bijvoorbeeld al gaan. Dat is al uitgesteld naar 2 weken. Maar voor de vloer moet de elektriciteit, de loodgieter, de stucadoor, alles klaar zijn. Dus dat gaan we niet redden. We willen over 1,5 maand open. Het gaat allemaal gewoon niet meer lukken. Dus op dit moment is alles een beetje piep. Hallo. Hallo. Leuk, hè? Wat? Alles. Ja, enig. Echt heel leuk. Ja. Nou, ik zat even mijn bord te pakken lijken. Van oké, wat is nou het handigste? Ja, oké. Nou, Mel komt hier naartoe. We gaan gewoon even lekker in het zonnetje. Even een beetje dingetjes bespreken over taken en gewoon even goed, want we hebben elkaar dus super lang niet echt gezien. We hebben elkaar deze week weer gezien, maar allemaal afspraken, dus niet echt met elkaar kunnen zitten en dat is heel belangrijk. We gaan even de keuken een beetje bespreken, gaan kijken wel eventjes of we aan het eind van de dag nog naar het pand gaan met Bart misschien, want die kan ook wel wat dingen doen qua elektra. Dus gelukkig is het super lekker weer en we balen er allebei natuurlijk zo erg van, maar nou, fijn dat we in ieder geval niet niks gaan doen vandaag. Oké, we zitten heerlijk buiten en we zitten dus voor de keuken en mijn hersenen zijn al wat blijer. Het lijkt ineens niet heel uitzichtloos meer. Voor jou? Nee. Uitzichtloos, zo goed. Ja. Dat is het nu. Ja, jongens, dit hoort er ook allemaal bij. We hebben het meubilair, maar nu moeten we dit nog doen. Ja. Yep. Oh, wat een mooi terras, zeg. Hier komt dan natuurlijk de gaten eronder. Maar past dit, weet je dat? Ja, dat weet. Dan moeten we dus een platte grond afdoen met maten. Kijk eens. Dat is de vaat, toch? Ja, dat is deze is goed. Die zou goed zijn. Wow. In totaal 1,2. Dus heb ik echt vaatwas voor spoeltafels. Ze weten ja. Dat daar grappig aan onder. 2,47 euro voor je werkblad. Dat is superveel. Nou, natuurlijk komt er nog wat van inductie. Kijk hoor, 1200. Oh, het is gewoon precies 50-50. Het is 0,6, 0,6. Ja, dan is de spoelblok 60 inderdaad. Ja. En de vaatwas voor 60. Dat klopt wel. Ja. Ken je dat, dat je zo erg hebt nagedacht dat je hele nek helemaal verkrampt is van je focus? We hebben het. Hoe lang hebben we hierover gedaan? Ik denk... 2 uurtjes? Nee, langer. Nou, laten we eens een keer. 3 uur. Non-stop. En ik ben ook blij, want ik dacht dat ik er niks van begreep. En doordat ik er nu even voor heb gezeten, heb ik het tenminste ook in mijn hoofd. Dus dan is Mel niet de enige die iets in haar hoofd heeft. Oh my god. Ik ben trots op mezelf. Jij? Heb je een schouderklopje? Ben je ook trots op jezelf? Altijd. Onderkant van de keuken helemaal berekend. Maar nee, deze. En de bovenkant van de keuken helemaal berekend. Heiligdom. Echt heel moeilijk, maar dat ga ik jullie nu niet mee vervelen. Maar dit is serieus echt... In mijn hoofd is het gewoon champagne waard. Dit is nog het moeilijkste volgens mij wat we nog moesten doen, serieus. Ik denk dat er niks moeilijkers meer gaat komen. Nou, hè? Nu wil ik wel een drankje. Het is 11 uur en we hebben tussendoor ook even gegeten en geborreld en gezellig. Maar mijn hersenen zijn echt zo ontploft, maar ik ben zo voldaan. Want het is als het goed is klaar. We moeten nog even samen checken in het pand op alle maten die ik heb opgeschreven ook kloppen en het uittekenen. Maar op zich ook nog wel een beetje spelen. Dus als het een paar centimeter niet klopt, dan zou het op de achterwand na ook allemaal nog wel moeten kunnen. Maar het geeft zo'n voldaan gevoel en ik ben niet normaal moe. Maar met de andere plattegrond lukt het ons niet om hetzelfde te doen. Dan zijn we naar satelliet gegaan, dus het voelt zo erg goed dat dit dan wel zelf gelukt is. We waren zeg maar gestopt en ik moest alleen nog even dit uittekenen. En dat is me nu dus gelukt. Hier vanavond. Nou, het is niet heel boeiend, maar ook nog een soort boodschappenlijst. Naar aanleiding van de plattegrond. Ook nog een documentje gemaakt. Plattegrond er zo gezet. Ook nog een keer andersom, want het is omgeruid. En dan hier helemaal alles wat we nodig hebben. Per band, wat maat zijn er dan hier nog een hele inventarislijst dat we moeten aanschaffen. Dus het voelt echt super goed dat dit klaar is. Ik hoop dat alles klopt, maar ik heb er wel een goed gevoel bij. Want ik heb echt het gevoel dat ik de wiskundetoets van de Pabo heb gemaakt ofzo. Het was echt rekenen, rekenen. Het lijkt niet moeilijk, maar het is echt heel moeilijk. Dus dat is super fijn. Morgen we gaan helemaal niet klussen dit weekend. Het gaat dus allemaal niet door. Maar het was wel nuttig. En dan gaan we waarschijnlijk woensdag weer klussen. Hallo, ik had al verteld wat we gingen doen vandaag, want het is dus het vervolg. Dit had die man dus toen ingetekend. We hoeven het op zich niet opnieuw op de plattegrond in te tekenen, want de plattegronden die ik heb zijn echt wel goed. Dus we gaan hiermee aan de slag. Behangstalen zijn er.
superleuk. Ik ben zo benieuwd. Okay, we moesten nog uit deze stalen kiezen van RH pakket voor de mat. Maar ja, we gaan gewoon voor deze, want de rest vinden we niet zo boeiend. Dus dan hebben we dat ook weer gedaan. En dan moeten we, we zijn een beetje hier aan het ordenen. Met spullen proberen die belangrijk zijn, ophangen. En spullen die weg kunnen en dat soort dingen. Dus oké, deze neem ik nu weer mee naar huis. En dan moeten we nog eventjes de plinten kiezen. Hier zitten wij. Maar we wachten even met de plinten tot hij komt met het proefstuk, zeg maar. Dus hij gaat een aantal latten meenemen en hier neerleggen binnenkort. En dan kunnen we daar een beetje kijken. En dan nog bij het behang. Het behang zit hier dus in. Maar het is allemaal wit. Oh, het zijn verschillende witkleuren. Maar als we alleen hieruit kunnen kiezen, denk ik van ja, dan gaan we toch voor zwart. Ik zou het weten. Twijfel jij over wit? Oh, ze is aan het bellen. Hoi, Sue. Oké, jongens, de behangstalen wil ik in een apart onderdeel van de vlog doen. Maar wat een herrie! De behangstalen wil ik in een apart onderdeel van de vlog doen, maar ze zijn er al. Ik ben zo benieuwd, dus ik ga zelf wel eens even ophangen. Maar in een apart onderdeel van de vlog, ik denk als de vloer ligt, gaan we dan jullie meenemen in het proces van de behangstalen kiezen. Maar dan hangen ze er vast, want ik ben echt te nieuwsgierig. Het was behang, zeg maar, als je het op het internet ziet of dan een staal krijgt, is echt zo anders, niet normaal. Want ja, je ziet het natuurlijk ineens in een heel klein stukje vlak. Wat trouwens super chill is, Esta Home gaat ons sponsoren met behang. Dus we hebben deze stalen gratis gekregen, heb ik en Mel samen uitgezocht. Mel heeft er 3 uitgezocht en ik iets van 12 of zo. Ik kon echt niet kiezen. Maar we krijgen dus gratis behang hiervoor in de zaak. We weten nog niet precies hoe en wat. We zitten nu een beetje met zwart goud. Roze twijfelden we over. We weten het niet zo goed. Maar we hebben vooral zwart tinten. En we weten ook niet of we nou de hele zaak gaan behangen. Maar goed, dat komt dus in een later onderdeel van deze serie. Maar ik hang ze even op. Als er straks gestuurd gaat worden, moeten we dit allemaal weer van de muur afhalen, denk ik me nu. Dus is dit eigenlijk heel handig? Nou ja, het is wel chill, want we kunnen gewoon vast een beetje ernaar kijken, weet je wel? Dan zien we het vast. Wow. Overal gezocht naar zakken voor de bouwstofzuiger, maar het bestaat niet. Dus nu hebben een bouwstofzuiger gehuurd voor het weekend en dan gaan Alex en Bart frezen. Maar we hebben nu even die van Merel mogen lenen. Heel chill. En wat we nog even gaan doen, de gemeente had weer gemaild dat de politie onze plattegrond niet goed vond. Dus ik heb de plattegrond door van met paint leeg gehaald. En er maten bij gezet en die gaan we nu nog even checken. Dus ondertussen zijn zij bezig met contacten. Een stukje door is er om even te komen kijken. Nee, maar... Het valt wel mee, maar je ziet wel verschil. Hallo jongens, Edgar is van de verzekeringen. Hij komt lekker hier thuis, dus we gaan in het zonnetje zitten, maar ik ben weer eens te laat. Dus ik kom net uit de douche, even koffie voor maken en dan gaan we het dus hebben over de verzekeringen voor het pand. Goed, morgen. Monsieur Sonsie Son. Die zit in de markthal en in Old Talent. Een stuk verzekeringen, nou wat is dat? Nou, eigen stuk risicomanagement. Ja. Dus ik zal het proberen voor te houden. Stel dat je daar straks bent en dan vallen daar 3 kopjes op de grond, dan is het een laag risico, dus dat zonde. Op het moment dat je winkel in de brand zou, dan kan je niet meer openen. Nee. Dan heb je een groot risico. Dus, ja, we hebben ook een prijzig interieur. Ja, ja dat zag ik al. Dat was een bank van 500 euro. Nee, veel meer. Ook meer? Ja. Ook al een tafel. Ik denk, de tafel was 500 euro. Ja, ik zit op kantoor, ik heb een tv hangen. Oké, dat was heel weinig beeldmateriaal, maar het is ook niet heel erg interessant. Hij heeft ons gewoon van alles verteld over wat hij voor ons kan doen qua verzekeringen. Hoe het allemaal een beetje in zijn werk gaat, hij had het heel erg leuk gedaan. Hij had een hele leuke soort van PowerPoint op papier gemaakt. Alleen die beelden ben ik kwijt. Dus we hebben nu de offerte gekregen. Het is nu niet dezelfde dag meer, zoals je kan zien. En hij had ons ook nog een tip gegeven voor worstenleverancier, taartenleverancier. En zo gaat het dan een beetje in zijn werk. Ja, het is verder niet heel interessant om met jullie te delen. We laten ons gewoon goed verzekeren. We laten ons adviseren door hem waarvoor we ons moeten verzekeren. En dat is het eigenlijk. Maar het hoort wel bij het hele proces, dus daarom zit het wel even in de vlog. Helemaal, ik ben weer in de zaak. Bart, Mel, Alex komen eraan. Ik ga zo even een bouwstofzuiger huren voor het weekend. 20 euro, 10 euro per dag. En vandaag gaan ze dus beginnen met frezen. En dan moeten wij een beetje de stofzuiger erbij houden, zeg maar. Morgen de buizen. We hadden het hier wel goed een beetje schoongemaakt. Ziet er wel oké uit. En ik ben benieuwd vandaag. Ja, je gaat nog steeds niet veel zien, want frezen is ook niet heel interessant. Maar het hoort er allemaal bij. Ja, de stofzuiger, maar hij blijft niet zo goed.
Oké, okay. Bril moet je op? Huh? Een bril? Ja, moet je het maar? Ja. Roze. Coco, het staat hier weer. Deze is minder goed dan die oorlogsbroek. Deze is heel goed. Moet je deze? Verder, maar we zijn gewoon lekker aan het klussen. En het gaat allemaal veel sneller dan we eigenlijk hadden gehoopt. Bart en Alex knallen echt als een gek. En wij hebben ook iets gedaan. Ze waren alleen één plekje vergeten dat we die nog moesten frezen. Want het freeswerk is eigenlijk al helemaal klaar. Dus dat doet Bart nu nog eventjes. En we hebben gisteren eventjes alles afgeplakt. En dit hier vastgehangen. Want dat maakt mensen vast nieuwsgierig. Ik dacht trouwens, zullen we die ook gewoon alvast op Insta delen? Dit kan makkelijk. Het is wel de oude, want deze stoelen kloppen niet. En dit poefje klopt niet. Ja, ik vind het altijd stom als je helemaal niet naar binnen kan kijken. Want mensen moeten ook een beetje nieuwsgierig worden. Maar door wel wat op te hangen, worden ze dan wel nieuwsgierig, denk ik. Het is echt heerlijk weer. Het zit helemaal vol hier op de terrasjes. Maar er komt dus een terras bij, hè. Dus nu zit iedereen daar bij Jovel. Maar hier komt ook allemaal terras. Het is gewoon al vol daar. Het is maart. Ga ik de vrees terugbrengen naar de praxis en bouwvuilniszakken kopen. Het vrees is klaar. Buizen hebben ze er al in gedaan. En straks gaan ze volgens mij de gaten opvullen hier. Dus ik laat mijn camera even hier. Dan ga ik even naar de praxis. Ik kan wel even nog wat filmen. Fietsen. Mel heeft wat gefilmd volgens mij. Hey. Willen jullie in de vlog? Willen jullie in de vlog? Oké. Hey. Bekend gezicht. We krijgen advies, hoor ik. Dit is puur alleen voor je glazen, toch? Ja, dit zijn mijn glazen. Dus dan zou het. Weet je heel zeker. Het is wel erg zo. Er staan allemaal mannen. Ja. Zijn we aan het doen, Mel? We zijn op pad gestuurd. Zo, wat gebeurt er nou? Hij zoomt ook in. Hoe lang denken jullie dat we erover hebben gedaan om deze twee stokjes te zoeken? Te lang. Oh my god. Zonde van mijn leven. Dit zijn rachels. Ja. Daarmee gaan we het recht maken en dan gaat dit er overheen. Stukplaten, zodat we kunnen stukken. Nou ja, Arie. We zijn echt een goed team. Ja, we werden geholpen door mannen. Ik ging 300.000 keer Bart bellen om vragen te stellen. En nu is het gelukt. Olé. Kijk eens. Ik ben toch wel blij dat ik ben meegegaan om te communiceren. Toch, Mel? Ja, zeker. Vertel, wat heb je hier allemaal? Pluggen, schroeven, gipsplaatschroeven, toch? Ja. Zwarte. Wel duur hoor. Stanley mes. Ja. Je moet je hand erachter houden zodat hij mooi scherp stelt. Dat doen echte beautybloggers zo. Rachels, waarschijnlijk komen we terug en is er vast wel iets fout. Ja, moeten we nog gereedschaps erop? Nee. Hou niet van drop, jij? Nee. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. We hebben een loodgieter. Nou, we zijn even bezig met. Daar van Via Virage?
Ja, via Virus. Oh, ja. Chill, van het bier. Ja. Nice. Dus zij komt vandaag langs en ik heb gezegd het is met spoed. Oh, wat chill. En toen zei hij ja, ergens deze week. Zei ik nee, het heeft echt spoed. En toen zei hij oké, ik ga vandaag dan langskomen. God. Dan ga ik spullen bestellen. Hij zegt met een beetje geluk kan ik vanavond erin pleuren. Wat? Sorry, in gooien. Echt? Ja. Chill, maar hoe duur? Heel duur. Ja, dat weet ik niet. Spoed, nou, maakt maar ja, uit. Als hij de spullen moet bestellen, dan kan hij niet vanavond. Dat lijkt mij. Nee, goed. Of hij gaat het halen. Oh ja, ik weet niet. Kijk, we hebben al best wel wat bespaard met bepaalde klusjes, mannen. Dus dit kunnen we gewoon, dat moeten we maar gewoon betalen. Ja, dat is te belangrijk. Anders hebben we weken achterstand en dat geld is meer waard dan dit, toch? Zeker weten. En ondertussen even navigatie instellen. Ondertussen komt de video als het goed is zo online. We zijn bij man met bril. We hebben dit één keer afgezegd, volgens mij, toch? Jij werd ziek, ik werd ziek. Ja. We gaan dus weer koffie proeven. En dit is dus de tweede keer. We zijn toen bij San Remo geweest en toen hebben we koffie geproefd, maar dat was niet van hun merk. Maar die koffie vonden we echt niet lekker. En nu zijn we bij man met bril. Heb jij alleen enig idee wat het hier kost? De koffie? Nee. Ik ook niet. Dus ik had namelijk brandzaakbrader. Dat is koffie die wij thuis drinken. En dat is 18 euro per zak. En ze hebben de hoogste korting die ze kunnen geven voor bedrijven is 10% stapelkorting. Dat is veel te duur. Dus we gaan hier nu leuk proeven. Maar grote kans dat het hier ook wel duurt. I don't know. Maar ze willen wel met ons zelf in gesprek. Ze hebben onszelf benaderd. Dus ja. Wellicht is het interessant. En het belangrijkste is dat het lekker is. Ja, heel spannend. Aangezien we het vorige keer echt ranzig vonden. Ik ben er nu ook een beetje bang voor. Dus verder, we hebben nog een hele drukke dag vandaag. Maar dat is, laten we zo wel weten. Ja, we leggen alles vast rondom ons hele proces. Oké. Okay. Zijn we... Hey. Leuk. Oh, hallo. Aflevering staat online, er is één reactie op met iemand die zwaar teleurgesteld in de video's. En dat, om even eerlijk naar je te zijn, dat doet echt pijn in mijn hart gewoon. Ik stop zoveel liefde in mijn afleveringen en in mijn weekvlogs. Ik stress zo erg elke keer om alles op tijd voor elkaar te krijgen en dan krijg je zo'n reactie. Jammer zeg. Maar goed, het was heel erg leuk bij man met bril. Super goed gevoel bij. Hij heeft ons ook nog eventjes geholpen met de indeling van de keuken die we eigenlijk af hadden. Maar hij zei ineens van, waarom ga je een... deze vorm nemen, want dit zorgt ervoor dat je nergens meer handig kan staan. En we hebben dus berekend dat als we gewoon twee bladen zo doen en hier geen blad, we maar één enkele koeling verliezen aan ruimte en veel makkelijker kunnen gaan staan. Dus dat. Nu gaan we naar Goos Horeca, want dat zit ook in Rotterdam, om eventjes te kijken voor de keukenapparatuur en zo. Dus we zijn bij Goos Horeca en we zijn nu al positief verrast. Ons hebben terrasmeubels. Daar kwamen we niet eens voor. En ze hebben hier een outlet. Nou ja, we hebben wel alle maten natuurlijk, maar ja, we gaan nu toch niks kopen. Nee, sowieso niet. Maar we kunnen wel kijken... Maar dit zijn toch te hoge? Oh nee, is dit... Dit is zelfs als die van Rescape. Oh, maar laten we eens kijken naar die maat, want ik had net uitgevogeld dat we 0,9. We hebben 0,9 voor een koeling. Bestaat dat? Als ik dus benieuwd naar. Dit zijn twee deurs. 0,9 voor een... Heb je 90? 90? Ja, kijk. Maar... Dit zou dus kunnen. Een twee deurs, dus we verliezen maar één deur koeling. We hebben 95. Zo, ja, aan mijn kant. Ja. Dus we verliezen maar één koeling en daardoor kunnen we wel onze kont keren. Een nieuwe kopen en hebben we niet goed gekocht. Nee, de Wii Escape kan hier. Kijk. Aan de andere kant. Ja, hier hebben we nog een koeling. Dus in plaats van die hier aan de zijkant, komt die hier. Dus vijf koelingen krijg je dan. Ja. Volgens mij komt de bouwinspecteur er nu aan. En ik vind het heel spannend. Mel niet volgens mij, maar ik wel. Vind jij het spannend, Mel? Ja, daar is hij. Jij vindt het niet spannend, hoor? Nee. Oh, de hoogte. 2,76, denk ik. De bouwinspecteur is nu de hoogte aan het opnemen. Ja. En hij ging kijken of de wc's doorspoelen en of we afzuiging, ventilatie hebben. Als het afsluitbaar is en de ventilatie erin, de verlichting. Mm-hmm. Als het goed doorspoelt ook. En, kijk, hoor ik.
en Mel. Ik vond dat idee van dat blad, ik vind het echt een goed idee wat die man zei. Ja. Oh nee, we hadden net een goed idee gekregen voor onze keuken. Oh, ja. Van iemand. Iedereen komt continu met goede ideeën, hè? Ja, maar meestal zo'n granietblad is ook mooi. Ja. Sorry, dat was niet de bedoeling. Ik vond dus dat Jank. Hij zei, sorry, het is te klein. Het kan niet doorgaan. Dus Mel bleef super relaxed. Dit moet ik daar mee hoor. En hij keek heel serieus. En ik moest echt huilen. Ik dacht dat hij het meende, want het is gewoon super spannend. Want we weten dat het zeg maar klein is, weet je wel. Ja, hij is lekker. Ah, jongen. Ja, toch? Ja. Zo. Ik heb jullie ontbouwd in de kastenbouw. Dat is mooi. Ja, toch? Op platte grond. Oh, buiten hier. Ik heb hem ook gehad, ik heb het ook gehad. Oh, in de mail. Ja, hier, daar krijg je natuurlijk alles gezien. Dus ik heb alles van jullie. Alles? Oh jee, oh jee. Pinpas. Ja, pinpas heb je niet heel veel meer aan nu. Loodgieter en de, iemand van ventilatie, maar ook voor loodgieter zijn er. En het is echt een drama allemaal. We blijven maar denken dat we het hebben en dan kan het weer niet eigenlijk. Maar het komt goed, zeggen ze. Je moet wel weten, wat is de maat, weet je? Ja, want die komt natuurlijk ook omhoog. Want die aansluiting van die put. Die zit natuurlijk boven. Ah. Dus hij gaat zo en dan rijdt hij weg. Vetput, vaatwasser. Ja, de spoeltafel is 21 en die daaronder zetten is een 60 vetput en een 60 vaatwasser. Maar dan komt dus de spoeltafel boven. Kom, ik moet voor jullie weten. Hoeveel ruimte krijg ik hier? Krijg ik hier 6, 7 centimeter? Als ik dat heb, dan kan ik gewoon 35 centimeter rondom. Dan bouwt hem zo op en lekker rond. Maar eigenlijk wordt ons doel apparaten zoeken waarmee jij 7 centimeter. Ja. Hebben jullie daar wat van meegekregen? Het is 6 uur. Sinds 7 uur aan het werk. Sinds 9:30 de deur uitpassen hoor. Maar sinds 7 uur aan het werk. Het is zo pittig. We hebben dus die keuken veranderd. En dan komen die mannen en denk je, oh my god, dat kan allemaal niet. We moeten alles weer omgooien. Is gelukkig niet zo, maar we moeten nu... Ik probeer echt heel erg mijn best te doen om alles zo goed mogelijk aan jullie te vertellen. Maar ja, sommigen vinden het ook weer oerzaai. Doei Melly! Nee? Oké, doei. Vetput is een terugkerend ding. Daar wisten we echt helemaal niks van. Je komt links achter tegen de muur. Je moet niet te hoog zijn. We moeten weten hoeveel liter we nodig hebben. Hoe kleiner een vetput, hoe duurder. Omdat het dan allemaal veel compacter is. Het mag niet te diep zijn. De afvoer moest of op de grond dat we alles hoger erop gaan zetten op een plateautje. Of het moet achter onze apparaten langs. Het werkblad is 70 centimeter diep. Dus dan moet dus de apparatuur max 60 diep zijn. Daar moeten we naar gaan kijken. En het liefst hebben ze dat we de apparatuur gewoon eigenlijk al weten welke we nemen. We vinden het best spannend om te bestellen. Maar eigenlijk is het nu zo van laten we het gewoon gaan bestellen. Dan weet de loodgieter en de elektricien gewoon precies waar die mee gaat werken. En plus dit zijn gewoon mannen die gewoon... Dik geld vragen natuurlijk. Ze zijn geen vrienden van ons. We hebben ze via Vierreisje van Roon. Dus dit gaat veel geld kosten, maar dit kunnen we niet zelf. En wat ons nog meer geld gaat kosten is als we dit nu helemaal gaan lopen aanklooien en hier er weer een maand vertraging op lopen. En in die maand kunnen we hartstikke veel verdienen. En ook dat had ik gezegd van het terras. We spraken net de man die het hele idee rondom ons terras en van de andere ondernemers heeft bedacht. En er is een vrouw bij de gemeente die moeilijk loopt te doen. Die wil geen terrasuitbreiding in op het horecaplein. Dus wij hebben getekend met de gedachte 6 tafels met 4 stoelen, 24 plekken terras. En misschien krijgen we helemaal geen terras. Het ziet er wel naar uit dat de vergunning gewoon de goede kant op gaat, want de bouwinspecteur heeft het goedgekeurd. Ze wachten alleen nog op de politie, maar ik zou niet weten wat er niet goed zou zijn voor de politie. Dus de alcoholvergunning is hierbij dus ook goed, want dat hing al van de bouwinspecteur. Alleen de exploitatie mag je exploiteren. Als we geen alcohol konden doen, hadden we het namelijk ook eigenlijk niet gewild. Want alcohol past helemaal bij ons concept. Ik ga het concept met jullie delen, maar ik wacht een beetje op het perfecte moment. Ik wil het wel goed met jullie kunnen delen. We hebben vandaag aan tientallen mensen het concept gedeeld. Iedereen vroeg ernaar. Wel heel erg leuk, maar echt een challenge om het continu op een leuke manier je concept te delen. We hebben nog niet de perfecte bewoording ervoor namelijk. Morgen is gelukkig een iets minder drukke dag. Morgen is Mel. Die is gewoon met de kids en zo. En ik ga wel met Bart morgen iets doen wat ter voorbereiding is van het stuk. Sorry, ik ga van de hak op de tak, maar dit is hoe het is. Bij de deur zeg maar zitten van die randen die nog niet goed genoeg zijn voor het stuk. Die zijn niet gelijk. Daarvoor heb ik die latjes gekocht en die stukplaten. Ik ben niet een goede klusser, maar ik zei tegen Bart laten wij dat dan samen doen. Want Bart die kan dat woensdag doen. Dus morgen 2 uur ongeveer ga ik naar het bad met Bart om dat te doen.
Anyhow, het leek echt een drama, maar ik zeg dat tegen Mel. Volgens mij, alles wat we bedacht hebben, kan gewoon. Die vetput is belangrijk. Die mannen, die loodgieters, gaan voor ons een offert te maken. En ook daarbij de vetput voor ons zoeken. Dat vroegen we van, kunnen jullie dat dan doen? Dus misschien duurder, maar dan is het tenminste goed. En wij moeten gaan kijken of de inductie en kookplaat en vaatwasser niet te diep zijn. En ik zei al, als het wel te diep is, dan komt het alleen wat meer naar voren. En dan hebben we minder loopruimte. We hebben al niet zoveel loopruimte. Maar goed, is dit interessant of is dit super saai? Ik weet het niet. Het is zo lastig. Ik krijg zoveel reacties van mensen. En iedereen heeft een mening. En ik denk, ik deel gewoon het proces. Helemaal kapot. En ik snap dat heel veel mensen natuurlijk de menukaart en dat soort dingen heel erg leuk vinden. Maar daar wacht ik bewust nog mee. Menukaart is echt een beetje mijn onderdeel. Ik ga echt over het eten, zeg maar. En ik mag dat van mij ook doen. Dat vind ik heel chill. Ik zei van, mag ik alsjeblieft helemaal mijn dingen gaan doen? En dan presenteer ik dat uiteindelijk een beetje aan haar, zeg maar, nu van wat alle ideeën zijn. Maar ja, logisch dat ik dat dan niet deel, want we gaan nog lang niet open. Nou ja, ik wil in ieder geval dat een beetje allemaal ook wat dingen voor als surprise houden. Dus ik wil wel gaan delen van wat wordt het nou eigenlijk? Wat kun je bij 35 komen doen? Maar nog wel ook wat dingen als verrassing laten. Laat vooral weten wat je wil zien, want ik zit in dit hele proces. Ik edit de video's, maar ik heb alle kennis natuurlijk, want ik doe het zelf. Dus voor mij is het heel lastig om in te schatten van, oh hey, ik vertel hier helemaal niks over. Of jullie zien het, snap je? Dus ik kan dat moeilijk zien. Ik hoor niet snel of ik heel veel in herhaling val. Ik hoor niet of ik iets, een bepaald onderwerp totaal achterwege laat. Wat wil je weten? Laat het alsjeblieft weten. Stel je vragen, er komen niet zoveel reacties namelijk, dus dan weet ik het ook niet. Oké, ik ben thuis. Ik ga lekker instorten. Ik zou tegen Mel niet meer appen vandaag. Ik wil geen vetput meer. Weet je wel, gewoon even klaar. We gaan het chillen. Hallo, het is weer de volgende klusdag. Bart die komt helpen en ik ga proberen mijn best te doen. Hij heeft net dit glad gesleept met slijptool. Dat moeten we dus glad maken, deze wanden. Dus dit wordt afgeslepen. En hier tegenaan komen dan die latten die we hadden gekocht met stukplaten. En de schroeven. Oh, had je nog andere schroeven, Bart? Of zijn deze nou goed? Nee, ik heb andere. Oké, zo. Gewoon helemaal maken, hè? Nee. Zo, hè? 20,5, 20,5. En moet dit het snijden? Hoe kan je hem nu dan recht snijden, eigenlijk? Nou, misschien even rustig zijn. En hier maak je het gezet? Oh, dan de waterkas. Hier gezet? Ja. Waterkas hebben we niet. Gewoon zo, 20,5. Oh, dat is wel goed. Als je goed zit, dan zit je gewoon met pens natuurlijk. Ja, ik hoef niet te checken of het helemaal recht is. Dit, want ik moet gewoon vertrouwen op mezelf. Zeg maar. Dit is toch recht? Dus dit is 20,5? Ja. Nou, dan zet je nu met pen hier een streep langs. Oh, oké. En dan dat snijden. En dat ga je straks weer snijden en dan kan je het doorbreken. Oké. Snij je hem dan zo of zet je hem dwars of ga je hem zo snijden? Ik zou hem volgens mij liggen, omdat de mensen. Maar dan wel niet hierop. Als dus er afwaalt. Nee, dat is niet juist. Snij je daarin. Nee, joh, want je snijdt niet helemaal mee. Je snijdt erin. Een stukje en dan breek je. Dan kan ik naar het breken. Oké. De stucadoor, hier is wat hout, net als daar zeg maar, daar kan de stucadoor niet overheen. Dus Bart heeft deze sowieso glad gemaakt met een slijptol, want hij was echt totaal niet glad afgewerkt. Dus dan op 20,5 heb ik dan afgetekend en gesneden. Ik ben helemaal blij dat ik ook iets heb kunnen doen. En daar helemaal een prachtig hoekje. En dan heeft Bart met van die schroeven die Mel en ik hadden gehaald het vastgezet. En nog kit zit eronder, Bart. Ja, en nu is hij dus met twee gedeeltes perfect. Hier dus ook. En daar ook. Dus nog best wel veel. Zo zie je maar, dit heeft dus niet met de horecazaak te maken, maar toch wel. Gelukkig is Bart dan. En die gaat mij nu denk ik vertellen welke maat ik moet gaan snijden. Oké, en tot die tijd ga ik even dan uitleggen aan jullie. Gisteren waren er loodgieters er. En we hadden dus eindelijk onze zoveelste plattegrond af. Helemaal prachtig. We hebben het nu op deze kant, dus dat is deze band. Het zou dus echt perfect gaan worden. Er zou hier een
21 spoeltafel komen met dan precies 60 vetput, 60 vaatwasser. Dan 60 inductie oven, 1 geheel. 1,35 koeling, prullenbak met erboven 1,69 werkblad. Maar, sowieso moeten we allemaal rekening houden met dieptes en zo, omdat er een hele afvoer achter moet worden getrokken. De vetput wordt 75 centimeter, wat betekent dat de spoeltafel alles 15 centimeter opschuift. Dus hier de spoeltafel begint en de vetput daaronder dus uitsteekt en we hier dus nog een 15 centimeter blad moeten gaan zetten. Waardoor dus wel weer 15 centimeter van mijn werkblad daar afgaat en ik dus nog minder ruimte heb. Want we gaan dit blad dus ook al niet meer doen. Dus ik heb heel weinig werkblad om het eten te gaan maken. Maar het komt wel goed. De rel daarvan kunnen we hier tenminste wel een kont keren, weet je wel. Want eerst zat hier dan ook een blad. Dan heb je al 70 centimeter blad erbij, maar je kan er veel minder goed bij. Dus dit wordt hem nu waarschijnlijk. Dus de weerlat en de stuplaat gehaald worden, dus ik denk ik ga maar. Dus ik heb nu een lat van 18 bij 140, 72 hoog. En die is dus perfect. En een lat van 27 bij 93 moest eigenlijk 25 bij 110 zijn, maar dat bestond niet. Dus girl power. En ik ga hopen dat het in mijn auto past. Oh ja, het is nog helemaal vol met stukzakken natuurlijk. Chill. Gelukt. Top. Alles was altijd in mijn auto. Ik heb ook nog de latten en het stuklaas naar het pand gebracht. Want dan kunnen Bart en Mel samen morgen weer verder. En dan heb ik dat vast gefixt. Nu thuis lekker aanschuiven aan tafel. Dat is echt mijn leven tegenwoordig. Gewoon naar huis om te slapen en aanschuiven aan tafel. Ik doe ook helemaal niks thuis, want ik ben alleen maar weg. Ja, altijd ben thuis om te editen. Bizar, maar ik hou het wel goed vol. Ik vind het wel leuk op zich. Ik ben ook niet echt moe of zo. Het is 22:30 s'avonds en het lukt me totaal niet om rust te nemen, merk ik. We zouden vanavond niks meer doen, maar we hadden offerte gekregen van loodgieters. En ze zouden dus ook kijken voor een vetput. Vetafscheider voor ons, omdat we geen verstand van hebben. En die was echt 1500 euro of zo. En ik heb ze zoveel goedkoper gezien, maar wij wisten gewoon niet welke vetput. Dus ja, dan dacht ik, ik krijg gewoon even de informatie die ze hebben gestuurd. Dus een 0,3 liter per seconde, dus een 30 liter. 75 breed. Nee, al die info heb ik eventjes naast elkaar gelegd, zeg maar. En toen ben ik gaan googlen. En toen heb ik op meerdere sites exact hetzelfde apparaat gevonden als ik op die gegevens zocht. Dus ik neem aan dat dat dus precies dezelfde is die zij ook voor ons hadden geregeld. Maar ik denk dat zij hem helaas naast de, zeg maar, het geld wat ze aan ons verdienen qua klus, dat ze dus ook slim, maar ook hebben gedacht, we gooien ook wat marge op dit apparaat, wat we daar ook winst op maken. Maar ja, dat kunnen we ons niet echt permitteren. Dus we zouden eigenlijk morgen gaan uitzoeken, maar ze wil het eigenlijk ook vandaag weten. Dus ik zei tegen Mel, vanavond niet meer, zij ook, maar ik ben toch gaan zoeken. En dan vind ik hem dus voor 600 euro. Maar die is er pas eind maart, dus dat is te laat. Maar ik vind er ook eentje voor 720 euro. En die is er dan binnen 3 dagen. En dat is gewoon de helft van wat zij vragen. Dus dat is... Het is wel heftig, dus ik weet niet of ze zeg maar echt... Het waren hele aardige gasten, dus... Mel heeft nu het contact met hun, dus ik heb even gezegd van... Stuur even deze 3 foto's naar ze door en vraag van... Is dit de juiste? Van hé, hey, we hebben hem wat goedkoper gevonden. En is dit de juiste om te bestellen? En dan kunnen jullie lekker aan de slag. Ik hoop dat ze ook begrijpen dat wij niet 700 euro willen uitgeven. Voor exact hetzelfde apparaat, zeg maar. 700 euro meer, dus... Dat is... Ik moet echt gaan slapen. Dit is heftig hoor jongens, het is gewoon echt pittig. Alleen maar, het heeft niks meer met onze horecazaak te maken, zeg maar, qua hersenen. Ben je alleen maar bezig met, nou ja, een huis bouwen, een soort van. Dus ik ga lekker naar mijn bed toe. De inkt wordt erin getrokken door het papier. Dit is gewoon best wel een doffe kleur en die hebben we bewust gedaan zodat het niet te roze wordt. Een grotere menukaart met echt het eten, maar ook de snacks. Cocktailkaart. Parelmoer Ice White, dat klinkt heel mooi. Ik ben er gewoon zo klaar mee met dit.